Nou zijn er een aantal dingen, waar word je nou het meeste over gewaagd? Nou, laten we het eens een keertje niet over die islam hebben. Yeah. Dat weten we nu zo lang. Dat weten we nu zo lang. Ja, dat is even verrassend, hè? Ja. Laten we het nou eens even niet over hebben. Want ik denk namelijk uiteindelijk dat het ook niet zo'n zwaar punt wordt in de verkiezing. Omdat iedereen nu zich er ook mee gaat bemoeien en proberen zoveel mogelijk zo dicht mogelijk bij jouw stellen te komen. Dat is het leuke. We zitten niet, we hebben nog geen verkiezingen gehad. We zitten niet in de regering en onze standpunten worden al aardig overgenomen. Eigenlijk, toon je hiermee aan, Pim, wat een grap het ook eigenlijk allemaal is. En wat voor een onzekere gasten daar toch ook in die politiek zitten en hoe ze een beetje aan het beschermen zijn wat ze met z'n allen hebben opgebouwd. Ik denk dat je bent nog geen eens een partij. Je roept een paar dingen en joh, je zit iedere avond in Den Haag vandaag. Iedereen is bang en dat soort dingen. Je moet één ding niet vergeten. Ze zijn niet bang van mij. Waar ze bang van zijn is van de kiezer. En er is hier 10, 15 jaar is er verboden om over zo'n belangrijk probleem te discussiëren. Nou, een groot gedeelte van het Nederlandse volk is dat zat. Ja. En dat voelt de politiek. Ja. En daarom schuiven ze dus, ze schuiven niet om mij, maar omdat ze zien van ja, wij kunnen niet langer meer de wens van een zo groot gedeelte van de bevolking negeren. Dat is de reden. Ja. En dan, maar dan zijn ze toch ook wel bang. Want onderling hebben ze een soort van afgesproken. Nou, laten we het daar niet over hebben. Dat ligt allemaal te precair. Nee, maar dat heb ik dus meteen aangekondigd. Ja. Daar doen we niet aan mee. Nee. Maar dat is mooi, toch? Ja. Maar dat is, dan zie je ook van hoe raar dat er in elkaar. Je roept het een paar keer. Kijk, en dan gaat iedereen opeens gaat verschuiven, weet je wel. Ik wil nou niet direct zeggen dat ik een sadist ben. Maar dat is toch mooi? Daar geniet je nog van. Ja, dat maar ik denk namelijk ook, Pim, dat jij in de groot gedeelte waarom jij dit allemaal zo leuk vindt, is natuurlijk ook die reactie. Je ziet die mensen daar, je ziet ze elkaar maar intellectueel aan de bal houden. En je hebt zoiets van, joh, god, laten we eens even een paar dingetjes droppen. En even kijken hoe je daarop reageert. Nee, dat is één kant. Je moet er natuurlijk lol in hebben, want anders kan je het niet doen. Dan krijg je ook geen energie. Ah, maar dat is wel een van de mooiste kanten. Nee, de diepste kant is dat ik vind dat ik dat moet doen. Dat ik een soort opdracht heb. Kijk, het gaat heel slecht in de collectieve sector. Hè, dus in het onderwijs. Ja, de collectieve sector, al, het woord is alleen al saai voor mij. Even weer over seks. Maak ik heel concreet. Ja, heel concreet. Dan gaat het dus over onderwijs. Dat is ontzettend qua kwaliteit een niveau omlaag aan het gaan. Dat is dus heel ernstig. Ja. Dan gaat het over gezondheidszorg. Er zijn hier tientallen mensen per jaar die sterven doordat ze op wachtlijst worden geplaatst. Ja. En dan gaat het om veiligheid en orde. De burger krijgt niet meer de bescherming van de politie die hij mag verwachten. Nee. Nou, dat zijn drie en hele... wegen, dat is één heel belangrijk iets voor mij. Dat vind ik helemaal niet zo'n belangrijk punt. Nee? Want, dat is iets waar ik iedere dag last van heb. Ja, weet je, ik ben er ook te beperkt dat ik alleen maar eigenlijk kijk naar wat in mijn leven belangrijk is. En dat is op dit moment nog niet de gezondheidszorg. En onderwijs ook niet. En de collect in onderwijs ook niet. Dat vond ik vroeger altijd gewoon even een soort van gevangenis. Mijn middelbare schooltijd, weet je wel. Dat is geweest. Nu ben ik vrij. Weet je wat, nu kan ik vliegen. Onderwijs zal wel. Maar jij zegt nu dat je de gezondheidszorg niet belangrijk vindt, hè, totdat je een moeder hebt. Ja. Dat heb ik allemaal niet. Heb je geen moeder? Nee, dus asociaal ben ik misschien wel, maar dan is het toch de punten waar ik dan naar kijk, toch de dingen die of mij in... tante. Nee, tante. Nee, joh, ik heb van een tante, maar die mag vandaag, die mag morgen gaan. Die mag morgen op de wachtlijst. En totdat je een vriendin hebt, hè, dat kan namelijk ook. Die heb ik ook niet. En die ineens kanker heeft, nou, dan praat je er anders over. En, kijk, jij hebt het misschien anders niet. Vind ik zo populistisch van Nederlanders wel. Vind ik zo populistisch om mij nou even in die hoek te duwen van asociale gast, weet je wel. Nou, nee, je bent een beetje geïsoleerde man, maar dat kan jij ook niks doen. Ja, nee, ja, goed. Maar de wegen, Pim. De wegen. Daar hebben we last van. Het zit maar vol. Ja, maar kijk, dat is voor een deel gewoon op deze manier niet op te lossen. Het heeft twee redenen. De automobiliteit, dus steeds meer mensen schaffen steeds meer auto's aan. En dat kun je gewoon, dat is een trend omhoog. Mm-hmm. Tweede punt is dat de steden zijn een soort trechter. Hè? Want daar kan je niet, of je moet ze half afbreken. Nou, dat willen we niet. Gaat vanzelf wel. Hoe kun je dat nou oplossen tussen aanhalingstekens verminderen. Dat is doordat werkgevers het werk anders in gaan richten. Dat is één. Daar ben ik helemaal mee eens. Maar dat is heel belangrijk. Een overheid kan een voorbeeld geven. Want ben je niet voor meer wegen? Op knelpunt, nou... Ik zie die koeien maar grazen in die weien. Nee, Als jij over die achtbaansweg... Bijvoorbeeld een achtbaansweg tussen Rotterdam en Amsterdam. Ja. Dan loop je iedere keer vast. Je loopt in Delft vast, je loopt in Den Haag vast, je loopt in Leiden vast en tenslotte in Amsterdam. Nou, wat kun je nou doen? Natuurlijk moet je die ministeries laten staan. Die mensen moeten ook met elkaar vergaderen, je moet een club bij elkaar houden. Ja. Maar je hoeft daar niet
precies om 9 uur te zijn en om 5 uur weg. Ja. En hoe kun je dat nou oplossen? Door ICT, werktijden. Nee, ICT-paviljoens in de woonwijken neer te stellen. ICT-paviljoens? Ja, dus dan kun jij heel veel ambtenaren, maar ook heel veel mensen in het bedrijfsleven, kunnen een flink gedeelte van hun werk doen via internet. Nou, gewoon thuis ook werken en zo. Nou, dat willen de meeste mensen. Nee, want die willen mensen bij het wijs. Die hebben geen zin om op die slaapkamer te zitten, die willen mensen ontmoeten. Die willen op de zaak fantaseren met de collega's over echt leuk leven. Maar als jij zo'n paviljoen in jouw woonwijk hebt, waar mensen vanuit bedrijven en instellingen en departementen inloggen, dan is dat een manier om mobiliteit veel flexibeler te maken. En dat zou al een gigantische bijdrage leveren aan gelukkig voor het eerst houden we die 13 zetels opgelegd. Nee, dit is, ik denk echt gewoon die koeien. Geef die 2 meter minder ruimte. Ja, je krijgt het aan zeggen. Ik zou het daar morgen mee eens zijn. Ja. Als het een oplossing is. Het is geen oplossing. Nee. Een oplossing is gewoon inderdaad gewoon de helft van die mensen eruit gooien. Maar dat moet. Dat kan ook weer niet. Nee. Dat kan ook weer niet. En dat kan ik zeker niet zeggen. Dat begrijp je. Nee, dat wil je ook niet. Nee, dan zou jij moeten inderdaad. Dat zouden ze heel graag willen. Dat ik dat zou zeggen. Ja, absoluut. Maar gewoon wat meer wegen. Kijk, want en dit mag je best gebruiken, dit voorbeeld van mij, die ik al het heb, over de wegen, het wegennet in Nederland. Het is gewoon zo verouderd. Het is ooit gebouwd. Nee, dat kan je niet. Hallo meneer Fortuyn. Het is verouderd. Het is ooit, de A12 bijvoorbeeld. Er is voor een groot gedeelte nog 2 baans. Dat is uit de tijd van de natie van Adolf Hitler. Adolf die mocht dan op de linkerbaan rijden met Eva. En als die ruzie had met Eva, als Eva weer een grap gemaakt had over zijn ene testicle, dan mocht Eva op de andere baan, in een andere auto, 20 meter achterrijden. Ja. Nou ja, als dat is de A12 van Nederland. Dat is de A12. Dat is in Nederland distributieland. Ik begrijp natuurlijk dat als ik premier van dit land word, alle linkerbanen voor mij zijn. Kijk, dat zijn van die mooie dingen. Maar je kunt niet zeggen, kijk, je moet vergelijken. En waar moet je Nederland nou mee vergelijken? Nou, met een metropool als Londen of Parijs. Tokio. Of Rome. Nou, en in dat opzicht doen we het niet echt slecht. Nee. Waar we het wel slecht in doen, dat is op het terrein van het openbaar vervoer. Hè. Als je Nederland ziet als een stadstaat, en dat is het volgens mij, dan zou je hele goede railverbindingen moeten hebben in de Randstad. En die hebben we dus niet. Niks sluit op elkaar aan. Nee. En daar kun je de politiek natuurlijk zwaar op kritiseren. Wat moeten we dan doen met die treinen? Ja, ik zou ook voor zijn voor een goed openbaar vervoer. Alleen al echt lekker comfortabel. Het idee dat er massage van partijse meisjes, weet je wel. Iedere dag verse krant, weet je wel. Volgens mij is het al genoeg als je schone treinen hebt die punctueel van A naar B rijden. Ja. Dan hoeft de rest hoeft er niet bij. Want er zijn de afstanden ook veel te kort voor in Nederland. Ja. Maar het feit alleen al dat de NS een dienstregeling heeft, wat natuurlijk moet. Ja. Dat is dat je gewoon shuttles hebt, net als bij de metro, om de 10 minuten. Lekker tempo. Gaat er een trein, dus je gaat gewoon naar het station en je stapt in. Ja, absoluut, denk ik het ook. En dat je gewoon lekker frisse cabines, weet je wel. Niet van die zwervers tegenover je met de dakloze. Nee, van de dakloze krant, weet je, zo'n zwerver die aan zijn kruis staat te graaien en het boer aan het laten is in zo'n cabine. Dat moet je allemaal niet hebben. Gewoon frisse, snelle Hollandse cabine. Nou, dat is een... Met Zeeuwse meisjes. Met Zeeuwse meisjes, oké, geen Thaise meisjes dan. Met Zeeuwse meisjes. Als het gewoon gezelligheid. Nou, de wegen die hebben we dan eventjes behandeld. Ik ben er niet helemaal uit.